Vandaag wordt de Airport Library aan de Nieuwe Holland Boulevard geopend. De eerste bibliotheek ter wereld op een luchthaven. We zijn er bijzonder trots op dat uw Koninklijke Hoogheid deze bibliotheek wil openen. U heeft grote affiniteit met de geletterdheid en daarom stellen wij uw aanwezigheid hierbij natuurlijk bijzonder op prijs. Dag aanwezigen, het is fantastisch om hier aanwezig te zijn en het is een heel groot plezier om deze Airport Library, de eerste in de wereld, te openen. De library maakt deel uit van de Holland Boulevard. Passagiers kunnen er kennis maken met de Nederlandse literatuur en cultuur. Speciaal voor de opening gaf Prinses Laurentien een aantal boeken cadeau. Ik heb het gesigneerd en ik heb gezegd, for those who don't speak English out there, at the occasion of the opening of the first airport library in the world, wishing all visitors to this unique spot relaxing and energizing moments. And don't forget, please, we cannot take literacy for granted. Dus dat is de eerste. Moet ik te snel? Ja. Alsjeblieft. In de library kunnen passagiers boeken lezen en muziek luisteren. Boeken kunnen ook worden gedownload voor onderweg. Zo wordt zowel de wachttijd als de reis een stuk aangenamer. It just it seems as though you're waiting not as long, and time just seems to pass quicker. A great idea, actually. I just came along here and I was so surprised to see it. I find it very relaxing, just to be standing here browsing through some books. It's a really nice atmosphere. And we have children, so we'll bring them back. It's so much better than playing with a video game or watching TV. This is fantastic. And they actually learn about Amsterdam, which is really cool. Ik wens u allen heel erg veel succes met dit geweldige initiatief. Dank u wel.